Phishing is een vorm van oplichting via internet waar veel mensen op de een of andere manier al mee te maken hebben gehad. Een mailtje van de bank krijg je wel vaker, maar nooit één waarbij je je inlogcodes en je pincodes op moet geven. En daar gaat het jammer genoeg vaak fout. Een phishing mail kan er tegenwoordig zo echt uitzien dat je niet meteen in de gaten hebt dat er sprake is van oplichters. Daarin schuilt meteen het grootste gevaar. Te snel ervan uitgaan dat het wel goed zit. Kijk altijd heel zorgvuldig en klik nooit zomaar op een link. Kijk eerst waar de link je naartoe brengt. Zoals u hier ziet, is dat dus niet naar de bank. Een phishing mail dus. Als u erin trapt, kan dit het gevolg zijn. Een man die dacht in dit zwembad in Tilburg een middagje te gaan zwemmen, had nooit kunnen bedenken wat hem zou gaan overkomen. En dat hij na die middag duizenden euro's armer zou zijn. Dit zijn bewakingsbeelden uit het zwembad. Het is dinsdagmiddag 13 september. Let op de twee jongens die een man in de gaten houden die net zijn tas in een kluisje heeft gezet. De jongens hadden meegekeken toen de man de code van zijn locker intoetste. Zodra de man weg is, gaan ze aan de slag. Ze weten het kluisje te openen, pakken de tas eruit en verdwijnen even in een kleedhokje. Even later komen ze daar weer uit en zetten netjes de tas weer terug. Het slachtoffer heeft niets in de gaten. Wat is hier nou gebeurd? Het slachtoffer had 2 weken eerder ongevraagd een nieuwe bankpas gekregen. Het eerste signaal van oplichting. Later ook een e-mail, zogenaamd van de bank. Het tweede signaal van oplichting. In de e-mail werd gevraagd om de inlogcodes en pincodes door te geven. Zo werd de oplichting bijna compleet. In dit geval zijn de daders erg ver gegaan. Ze wisten kennelijk dat hun slachtoffer die middag ging zwemmen. In het zwembad stalen ze zijn pas en met de eerder bemachtigde pincode plunderden ze zijn rekening. Geef nooit, maar dan ook nooit uw codes weg via een mail die op het eerste gezicht misschien heel vertrouwd lijkt. Doe het niet. Bel de bank. Zij zullen u bevestigen dat ze hier nooit om zullen vragen. De belangrijkste vraag in deze zaak blijft natuurlijk: wie zijn deze twee mannen die hier het kluisje van hun slachtoffer openmaken om de bankpas te stelen? Heeft u een vermoeden wie dit kunnen zijn? Laat van u horen. Tippen via de nummers in beeld, maar ook via onze website bureaubrabant.nl.